Welkom lieve mensen bij een nieuwe aflevering van No Limits, de meest briljantste Agma simulatie van de hele wereld. No Limits 2 is uitgekomen en iedereen is enthousiast en wij ook, want we gaan weer een achtbaan, ja, niet besturen. Ik wil altijd zeggen, we gaan een achtbaan besturen, maar dat gaan we niet, we gaan er gewoon in zitten. We zijn de testers, we zijn van die opblaaspoppen, weet je wel, die zetten ze in de achtbaan en dan komt de achtbaan weer bij het station en dan kijken ze of die patiënt nog in de achtbaan zit en als die er niet in zat, dan was de achtbaan waarschijnlijk niet veilig. En we gaan kijken, want vorige keer hebben wij een moeilijke keuze gemaakt. Namelijk of het Frostbite was of Expedition Elevate. We konden niet uitmaken welke nou het vetst was. Maar wat ik nu wel uitmaak is dat we naar de volgende achtbaan gaan. En dat is de Oscillation. En die heeft ook een ontzettend leuke foto, net als de volgende twee achtbanen. Ik heb genoeg gesproken, tot na het intro. Okay, people, let's go to work. En als je snel kijkt, dan zie je nog een klein plaatje van de achtbaan. Het is een hangende achtbaan zo te zien met leuke kleurtjes, leuke lichteffecten. Dus ik denk dat dit een achtbaan wordt in donker, zoals ik al zei. En dat vind ik vet. Met rookeffecten en afschieten! Wauw! Kijk die lichteffecten, jongens. Dit is even nieuw voor mij. Wauw. Oh, wat gaaf, jongens. Wauw. Wauw, jongens. Oh, wat een compacte, leuke achtbaan, jongens. Wat fantastisch. En ik wil gewoon nog even blijven zitten, omdat ik nog even door dat tunneltje heen wil. Wauw. Pikkerdonker, zie je moer. Wauw, ik vind het echt heel tof gedaan, jongens. Ik vind dit een hele leuke, compacte achtbaan. En vooral hoe ze hier een pad hebben kunnen creëren, waar je op kan lopen en hier het station dan hebt. Opstap, je wordt afgeschoten en die lichteffecten waren ontzettend bijzonder. Die hebben ze gewoon hier met spotjes aan de achtbaan gehangen. Kijk dan joh, wat een mooie lichten ook krijg op de achtbaan zelf. Wauw. En leuke windmolens op de achtergrond. Oké, dit is zeker een hele gave achtbaan. We gaan door met de volgende achtbaan. En de Oscillation dus zeker gaaf. Nu gaan we naar de Golden Wings. Krijgen we ook een hele leuke foto van in beeld. En ook weer een hangachtbaan. Maar het zijn hele brede karretjes. Dus je hangt, als het goed is, naast de baan. Zoals ik het hier zie. Oké. Ziet heel vet uit. Golden Wings. Gouden vleugels. Dat is Engels trouwens. En je ziet daaronder een heel apart. Je ziet een weerspiegeling. En heel apart effect eroverheen. En hij duurt best wel lang om te laden. Misschien is het nog wel best wel een hele grote achtbaan. Hij gaat behoorlijk hoog. Ik zie dat hij heel snel naar beneden gaat. Hij gaat volgens mij gewoon keirecht bijna naar beneden. Dus ik ben benieuwd. We gaan beginnen. Zo. Gaan we achteruit, jongens? Ik weet even niet wat er gaat gebeuren nu. Oké, ik zit helemaal achteraan. Misschien was dat de bedoeling. Ik blijf gewoon lekker zitten. En ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we zitten nu rechtop. En ik denk dat we dadelijk gaan hangen. Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren trouwens. Ik ga gewoon niks zeggen. Dat is nog beter. Die wieletjes ook, jongens. Moet je kijken hoe vet gedaan. Ik kijk even naar het uitzicht. Een gele achtbaan met paars. Heel leuke kleurtjes. Echt ontzettend gaaf. Ik merk wel dat altijd maar heel vaak twee kleuren wordt gebruikt met de achtbaan. Ja, nu drie dus. Met ondersteuning erbij. Dat is wel vet. Maar je moet ook niet meer kleuren gebruiken. Oh. Wauw. Wat een achtbaan, jongens. Damn. Zo, wat gaaf, jongens.
zo. 3 keer onder de grond. 4 keer. Oh. Wauw. Kijk hoe apart, joh. Over het einde hier zo. Oké. Ik ben verkocht. Golden Wings, jongens. Wat een achtbaan. Wauw. Dat was echt een hele vette achtbaan. Pendragon. De Flawless Coaster. Ook weer een hangachtbaan. We gaan kijken wat dit is. En dan gaan we een stem uitbrengen. Ik ben benieuwd. Ik vond die tweede echt ontzettend vet. Gewoon het gevoel dat het je gaf. Ja, dat was gewoon positief al. Oké, we gaan zitten. Oh, een toeter. We gaan. Lijkt net zo'n groot schip, joh. Maar ik ben ook heel benieuwd naar deze, want dit zijn echt wel een beetje die drakenkleurtjes, hè? Groen met rood. En ik dacht dat dit een hangachtbaan werd, en dat is het dus gewoon niet. Dat vind ik fijn. Leuke lampjes aan de zijkant. Dus ik denk dat je deze ook in de nacht kan bespelen. Maar ik ga er niks aan veranderen. Gewoon, ik ga de instelling houden die de gebruiker heeft neergezet. Ik ben heel benieuwd naar deze achtbaan. Oké, mooie looping. Mooi vloeiend al, merk ik. Belangrijk. Saai. Leuk. Ik ben benieuwd of hij dat saai nog een beetje weg kan laten. Dat het nog wat vets gaat gebeuren. Over de achtbaan heen, leuk. Dit vind ik leuk altijd, dit. Dat zie je bij heel veel achtbaan, zie je het altijd. Zo'n cirkeltje om het water heen. Dat vind ik ontzettend gaaf. Oké. Geen slechte achtbaan. Ik vind de layout sowieso heel vet. Ik vind het heel gaaf gedaan. Ja, laat het zeker weten in de comments. Maar mijn stem is denk ik toch de tweede achtbaan. Ik helemaal verkocht werd door de layout. En gewoon nee, maar deze layout ziet er ook wel heel leuk uit. Was nog wel een beetje saai af en toe. Maar op zich is het wel een hele leuke bedachte coaster. Maar laat nogmaals zeker weten in de comments wat je van de leukste achtbaan vond van deze trekkie. En zie ik je volgende week terug met nieuwe achtbanen, nieuwe fun, nieuwe pret. Tot de volgende keer. Doei doei!